Dames en heren, een goede avond. Italië zit weer eens zonder regering. Vanavond heeft premier Goria het ontslag van zijn centrum-links kabinet aangeboden aan de president. De politieke crisis is ontstaan toen christendemocraten en socialisten het oneens waren over de voortzetting van de bouw van een kerncentrale bij Rome. De socialisten waren daartegen gekant. Het einde van het kabinet Goria werd al een tijdje verwacht. De tegenstellingen binnen de vijfpartijencoalitie waren groot en in februari had Goria al eens het ontslag van zijn ploeg ingediend. Maar toen kreeg hij uitstel tot de financiewet voor volgend jaar was goedgekeurd en dat is gisteren gebeurd. Iran en Irak hebben een eind gemaakt aan de stedenoorlog die in 2 weken aan de twee kanten al honderden burgerslachtoffers heeft gemaakt. Irak had gisteren al voorwaardelijk een punt gezet achter zijn lucht- en raketaanvallen. Vandaag hebben de Iraniërs laten weten dat ook zij daarmee ophouden. In totaal zouden zo'n 60 Iraakse raketten zijn afgevuurd op Teheran en andere Iraanse steden. De Iraakse hoofdstad Bagdad zou getroffen zijn door een 30-tal Iraanse raketten. Bij al die aanvallen zouden naar schatting 165 doden en 440 gewonden zijn gevallen. Tot een kwartier voor het staakt het vuren schoten de Irakezen nog 11 raketten af op Teheran en op de heilige stad Qom. Voorts voerden ze nog luchtaanvallen uit op 7 andere Iraanse steden. Iraanse tegenaanvallen werden niet gemeld, maar het Iraanse leger heeft wel de Zuid-Iraakse havenstad Basra en andere steden in het zuiden met artillerie bestookt. Volgens Irak zijn daarbij vrouwen en kinderen om het leven gekomen. Het staakt het vuren in de stedenoorlog is deels het werk van de Turkse premier Özal. Hij had de oorlogvoerende partijen opgeroepen de burgers te sparen. De Iraanse premier Mousavi is op het Turkse voorstel ingegaan omdat hij vindt dat de oorlog, ik citeer, ridderlijk op het slagveld moet worden uitgevochten. Einde citaat. De voormalige veiligheidsadviseur van president Reagan, Robert McFarlane, zegt dat hij het Amerikaanse parlement informatie heeft onthouden over geheime en illegale hulp van de regering aan de Nicaraguaanse contra-rebellen. Door schuldig te pleiten hoopt McFarlane strafvermindering te krijgen voor hem ten laste gelegde feiten. Het gaat om 4 relatief lichte vergrijpen waarvoor hij een maand tot 4 jaar cel kan krijgen. McFarlane zal een belangrijke getuige à charge worden in het proces tegen de kopstukken van de Iran-Contra-zaak. Die rechtszaak wordt later op het jaar gehouden. En president Reagan heeft de maandelijkse Amerikaanse bijdrage voor het gebruik van het Panama-kanaal opgeschort. Met die laatste maatregel zetten de Verenigde Staten het Centraal-Amerikaanse land financieel het mes op de keel. Een week geleden al hebben de Panamese banken hun deuren gesloten omdat er geen contant geld meer was. Washington had bekendgemaakt dat alle betalingen aan de regering van de nieuwe president Solis Palma werden gestaakt. Dat leidde tot paniek onder de bevolking en tot een nijpend geldtekort bij de regering. Volgens de afgezette president Del Valle zal de overheid niet in staat zijn om volgende week haar 150.000 ambtenaren te betalen. Hoe meer de financiële problemen van Panama toenemen, hoe meer ook de politieke en economische situatie verslechtert. De bedoeling van de Verenigde Staten is door financiële druk de sterke man van Panama, legerleider Noriega, tot aftreden te dwingen. Noriega heeft kolonel Gaddafi van Libië al om steun gevraagd. Volgens het Sovjet-persbureau TASS zijn de Verenigde Staten er alleen maar op uit door middel van economische sancties Panama te onderwerpen en de zeggenschap over het Panama-kanaal te herwinnen. De eerste minister van Vietnam, de 75 jaar oude Pham Hung, is aan een hartaanval overleden. Hij was een lid van de oude revolutionaire garde en de tweede man binnen de communistische partij in Vietnam. Pham Hung is geboren in het zuiden van Vietnam. Na de communistische machtsovername in 1945 bekleedde hij in het noorden een aantal sleutelposities. Later speelde hij een belangrijke rol in de oorlog tegen de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen, die uiteindelijk leidden tot de val van Saigon. In juni van vorig jaar werd hij premier van het Verenigde Vietnam. Hij werd door westerse waarnemers beschouwd als een overgangsfiguur die de weg moest vrijmaken voor jongeren die in een later stadium werk zouden kunnen maken van economische hervormingen. Dinsdag wordt Pham Hung begraven. Maandagmorgen van 10 tot 12 uur wordt er gestaakt bij de Belgische spoorwegen. De actie gaat uit van de Socialistische Vakbond.
Die vindt dat er te weinig personeel is en dat er te weinig geïnvesteerd wordt. De Christelijke Bond is het daarmee eens, maar hij staakt maandag niet mee. En in de Brabantse gemeente Lot is vanochtend een trein ontspoord. 1 passagier is daarbij om het leven gekomen, meer dan 30 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de internationale lijn Amsterdam-Parijs en meer bepaald op het traject tussen Schaarbeek bij Brussel en Binche in Wallonië. De trein was rond 9:15 uit Brussel vertrokken. Even voor 9:30, net voor het station van Lot, werden de 2 wagons uit de sporen gegooid en ze kwamen enkele meter lager op de berm terecht. Ik zat achteraan in eerste klasse, dus met mijn rug tegen de rijrichtingen. Nee, met mijn rug liever in de rijrichting. Ja. En mijn collega dus, die zat recht over mij. En die op een bepaald ogenblik zag ik die werkelijk naast mij weggecatapulteerd worden in de zijgang. En ik had onmiddellijk door natuurlijk dat er iets fout ging. En toen heb ik gezien dat we van de sporen afgingen. En achteraf heb ik mijn collega teruggevonden, dus in de tweede klasse. Dat hij dus tussen de banken lag. Zwaar gewond? Of? Nee, niet zwaar, maar hij is toch afgevoerd. Op de trein zaten een 50-tal passagiers. Een jonge vrouw heeft het ongeval niet overleefd. 25 mensen hebben alleen lichte snijwonden, maar 8 anderen zijn zwaar gewond en tenminste 1 van hen verkeert in levensgevaar. De treinwagons zelf zijn zwaar beschadigd en in hun val sleurden ze ook een deel van de bovenleiding van het spoorwegennet mee. Daardoor zijn 2 van de 3 sporen voorlopig onbruikbaar. De 3e spoor wordt voorbehouden aan het internationale treinverkeer Parijs-Amsterdam, dat hier aan verminderde snelheid voorbij mag. Binnenlandse treinen worden omgeleid. Verkeersminister De Croo kwam ter plaatse en kondigde een onderzoek aan naar de oorzaak van de ontsporing. Waarschijnlijk is het ongeval te wijten aan een wissel die met de hand wordt bediend. Ofwel was die wissel niet vergrendeld, ofwel is de vergrendeling verbroken. Het staat vast dat het eerste draaistel van de trein voorbij de wissel raakte, maar de volgende zijn van het traject afgeweken en op een industriespoor terechtgekomen. En zo is de trein uiteindelijk van de berm afgedonderd. Op het ogenblik van het ongeval waren 3 spoorwegarbeiders aan het werk in de buurt van de wissel. Er wordt nu onderzocht of hun aanwezigheid iets met het ongeval kan te maken hebben. Mensen die geen werk hebben of op zoek zijn naar ander werk, kunnen misschien iets vinden op de Job Happening in Gent. Dat is een beurs die speciaal is opgezet om bedrijven en werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen. De beurs is vanochtend geopend en gaat morgenavond om 6:00 al terug dicht. Wie er dus bij wil zijn, moet dat morgen doen. Job Happening is geen algemene werkloze beurs. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de vakbonden werken er ook niet aan mee. Het is trouwens vooral bedoeld voor goed geschoolde werkzoekenden. Dat kunnen zowel laatstejaarsstudenten zijn als bijvoorbeeld kaderleden die een andere baan zoeken. De beurs is tegelijkertijd ook opgezet voor bedrijven die nieuwe, hooggekwalificeerde mensen nodig hebben. In totaal zijn er zo'n 50, meestal grote firma's, en samen bieden die ongeveer 1000 vacatures aan. Verder zijn er ook universiteiten, scholen en trainingscentra die informatie geven over extra opleiding en specialisatie of die de knepen aanleren om werk te zoeken. Daarover en ook over personeelsbeleid zijn er verschillende lezingen op de beurs. De commissarissen van de Europese gemeenschap zijn niet te spreken over de manier waarop in ons land is omgesprongen met kernafval. Het beheer van het studiecentrum voor kernenergie in Mol vertoonde diverse gebreken en het vervoer van kernafval tussen West-Duitsland en België was een zootje. Dat zeggen 2 leden van de commissie in het kader van een speciaal onderzoek van het Europees Parlement. Dat onderzoek was er gekomen na de ontdekking van een zwendel met kernafval die was opgezet door het West-Duitse bedrijf Transnuclear en waarbij ook het SCK in Mol betrokken was. De belangrijkste vaststelling van de onderzoekers, de wanorde in de verwerkingsbedrijven in België en West-Duitsland was zo groot dat bijna niet kon worden nagegaan wat er in Mol en in het West-Duitse Hanau nu precies gebeurd is met het kernafval. Zo werd afval aangenomen waarvan men wist dat het niet kon worden verwerkt. Daardoor ontstond een afvalberg waarmee na een tijdje niemand nog blijf wist. Bepaalde loten afval werden gewoon met elkaar gemengd om in orde te zijn met de graad van de radioactiviteit. Bovendien was de etikettering van de vaten zo'n janboel dat niemand nog precies wist wat er in al die tonnen stak. De onderzoekers hadden dan ook de grootste moeite om de wegen van het afval tussen België en Duitsland na te trekken.
Er werd door de commissie ook bekeken of er vanuit Mol of Hanau geen splijtstoffen aan het buitenland zijn geleverd, meer bepaald aan Pakistan of Libië. Volgens EG-commissaris Mozar heeft een dergelijke illegale export niet plaatsgehad. Tot nog toe zijn er geen aanwijzingen dat kernmateriaal werd afgewend voor oorlogsdoeleinden. In Oostenrijk is vandaag de Anschluss herdacht, de aanhechting van het land bij Nazi-Duitsland. Het is precies 50 jaar geleden dat de regering van Oostenrijk ontslag nam en daardoor de weg vrijmaakte voor de intocht van de Duitse troepen. Het Oostenrijk van tussen de twee wereldoorlogen is goed vergelijkbaar met Duitsland. Ook in Oostenrijk zijn de politieke partijen opgeheven, socialisten en communisten zitten in kampen, maar de rechtse nazi-partij is ook verboden. Dat gebeurt na bloedige straatgevechten in 1934, één jaar na de machtsovername van Hitler in Duitsland. De aansluiting bij Duitsland wordt mogelijk door het gedwongen ontslag van de regering Schuschnigg. Na het schrappen van het geplande referendum over de onafhankelijkheid wordt Hitler in Wenen door 250.000 Oostenrijkers ingehaald. Maar veel meer mensen blijven thuis. De Gestapo arresteert 70.000 burgers. De oorlog eist bijna 400.000 slachtoffers. Ongeveer 100.000 in het concentratiekamp, 20.000 in het verzet, 250.000 aan het front. Toch is Hitler welkom. De kardinaal belt hem op en zegt dat hij alle kerkklokken laat luiden. De protestanten sturen een telegram. De bisschoppen zijn blij met de vernieuwde strijd tegen het communisme. Het pijnlijke verleden wordt in Oostenrijk herdacht in een periode dat het land zwaar verdeeld is over de figuur van zijn president Kurt Waldheim. Sommigen vinden dat de president omwille van zijn oorlogsverleden zou moeten aftreden. Waldheim heeft vandaag geen toespraak gehouden, kanselier Vranitsky deed dat wel. En hij vroeg de Oostenrijkers het oorlogsverleden nooit te vergeten. Bedenklich ist nicht, dass wir das Vergangene betrauern. Bedenklich wäre, wenn wir es verdrängten oder uns in die Vorstellung flüchten wollten, dass alles nur völlig ohne unser Zutun und völlig gegen unseren Willen geschehen ist. Präsident Waldheim heeft vanmorgen in zijn functie van staatshoofd een krans neergelegd bij het graf van de onbekende soldaat in Wenen. Kanselier Vranitsky hield als regeringsleider een aparte bloemenhulde bij de onbekende soldaat. In geen enkele van de officiële toespraken is de discussie over het oorlogsverleden van Waldheim aan bod gekomen. Tijdens de plechtigheden werd opgeroepen tot een minuut stilte, maar die werd niet overal volledig nageleefd. Tenminste 50 en misschien wel 100 doden en tientallen gewonden, dat is volgens bronnen op Malta de trieste balans van een voetbaldrama in de Libische stad Tripoli. De nationale elftallen van Libië en Malta speelden daar een vriendschappelijke wedstrijd tot op het einde van de eerste helft wanordelijkheden uitbraken onder het publiek. De oorzaak van die rellen is niet duidelijk. Volgens het Joegoslavische persbureau zijn ze begonnen door een vechtpartij tussen met messen gewapende supporters. Anderen zeggen dat iemand een levende slang bij zich had die voor paniek heeft gezorgd onder de naar schatting 60.000 toeschouwers. In elk geval is een deel van een tribune ingestort en werden tientallen mensen onder de voet gelopen. Dit zijn beelden van de Libische televisie, het moment waarop de spelers merken wat er gebeurd is. Op een van de staantribunes is namelijk paniek uitgebroken. Volgens ooggetuigen nadat een man met een mes amok had gemaakt. Toeschouwers vluchten naar de uitgang die geblokkeerd raakte. De betonnen staantribune begaf onder het gewicht, mensen vielen naar beneden, brokstukken kwamen op de lager staande toeschouwers terecht. Volgens Maltese bronnen zijn daarbij tenminste 30 mensen om het leven gekomen. Het Libische persagentschap IANA spreekt alleen over gewonden. Toen de reddingswerken begonnen, is de wedstrijd uiteraard afgebroken.
En tot slot iets helemaal anders. De Vlaamse film Hector van Stijn Konings en Met Urbanus heeft de eerste prijs weggekaapt op het 13e internationale festival van de humoristische film in het Franse Chamrousse. Hector vertelt over een bakker die van zijn neefje een wielerkampioen wil maken en daarbij nog heel wat moeilijkheden op zijn weg vindt. De prent is de jongste maanden een reuze succes in heel de Benelux. Een fragment. Een stukje uit een gelauwerde Hector. En het weerbericht is heel wat minder om te lachen. We krijgen vannacht zwaar bewolkt tot betrokken weer met regen in Laag- en Midden-België en sneeuw of smeltende sneeuw in de Ardennen. Minima voor vannacht van 1 graad in de Ardennen tot 5 graden aan zee. Maxima voor morgen van 1 graad in Hoog-België tot 9 graden in het centrum van het land. Morgen blijft het meestal zwaar bewolkt met regen in Laag- en Midden-België en sneeuw in de Ardennen. Van zondag tot woensdag meestal veel bewolking en regenachtig, vanaf dinsdag iets zachter. Het wegenbulletin van 9:30 vanavond meldt smeltende sneeuw op de Ardense hoogten. Daar worden ook plaatselijk mistbanken verwacht. Voor een bruggen en wegen geldt het wintertype A in Laag- en Midden-België en het type C2 ten zuiden van Sambre en Maas. Einde van dit laatavondjournaal, dames en heren. Bedankt voor het kijken en nog een rustige nacht.